Londen heeft de Big Ben, Parijs heeft een toren van 325 meter en Brussel heeft een klein bronzen wildplassertje van 60 centimeter. En toch, de beurs hier is stiekem hartstikke leuk. Ten meer dat wij geen rij meer hebben, is hier het salon van Brussel, the place to be deze week. Meestal is de cabriolet gewoon simpelweg de opengezaagde versie van de dichte auto. Bij de Jaguar F-Type is het precies andersom. Eerst had je de convertible, nou heb je de coupé. En zelfs dan zijn er nog verschillen. De auto's zijn volgens Jaguar volledig apart ontwikkeld. Natuurlijk zijn er heel veel overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen. Vanaf de A-stijl is het allemaal helemaal anders. Ze zeggen ook de convertible is bedoeld om te toeren. Deze is echt een sportauto. De motor is zelfs anders. Dezelfde V8 compressor heeft bij deze dichte versie 550 pk en bij de convertible slechts 475 pk. 495, sorry, moet ik zeggen. Dit, zegt ze bij Jaguar, wordt de 911 concurrent voor een Cayman prijs. De nieuwe Range Rover is natuurlijk een kasteel van een auto. Er valt bijna niks meer te wensen over. Maar je hebt altijd zeurpieten, bijvoorbeeld mensen die zelfs in deze auto achterin nog klagen over de beenruimte. Dan heb je dus nu de Range Rover Long Wheelbase. En als ik zeg long, bedoel ik ook long. 20 centimeter. Je wilt 20 centimeter extra. Nou, daar kun je nog eens lekker relaxed achterover gaan liggen. En we hebben weer een Brussels primeurtje hier bij Renault, de Megane CC gefacelift. De coupé cabriolet zijn een beetje uit aan het raken. We gaan terug naar de stoffenkap, dat zie je wel bij Opel, bijvoorbeeld de Cascada. Maar Renault doet nog steeds met een CC. En eigenlijk is het stiekem, zeker nu gefacelift, nog best een ontzettend leuke auto. Iets andere koplampen, zeker deze Floride uitvoering, ziet er gewoon prachtig uit. Een heerlijke boulevard cruiser, krijgt spontaan zin in de zomer 2014. Over het uiterlijk van de Fiat 500L zijn de meningen verdeeld, of eigenlijk juist ook weer niet heel unaniem. En daar is voor Fiat geen goed nieuws. Toch maken ze er met deze auto iets leuks van, deze tracking. Met allemaal elementen die hem het idee geven dat hij dwars de woestijn kan en op drie poten door de modder. Maakt allemaal niet uit. Wat hoger op de poten, dikke zwarte lijsten, allemaal stoere accenten. Hartstikke leuk. Maar zo'n auto koop je natuurlijk voornamelijk voor de ruimte. Nou, loop eens even mee, want je hebt hier de living. En living is Engels voor woonkamer. Nou, dit is echt een serieuze woonkamer. Hij is een stuk langer van achteren. En dat is niet voor niks, want kom eens hier naar binnen kijken. Deze auto heeft een heuse derde zitrij. En daar worden de grote gezinnen natuurlijk heel erg vrolijk van. Met de Corvette Stingray is het een beetje hetzelfde verhaal als met de Jaguar F-Type. Eerst kwamen ze met de open versie en daarna pas met de dichte versie. Nou, hij was natuurlijk al eerder getoond, maar hier nu ook op het Europese vasteland deze Stingray in coupé versie. Uiteraard wel met een targa achter het dakje. En ik zei het vorig jaar in Detroit al, hier wordt het al helemaal warm en zacht van binnen van. Nou, dat is hier niet anders hoor. Wat een ontzettend mooie, geweldige All-American Dream. Wauw. Ja, en bij Mitsubishi een Belgische première van de Outlander PHEV, de PEV. Nou, in Nederland kun je ze werkelijk, je kunt er niet meer omheen. Het staat op elke straathoek, maar ze hebben ook een Europees premieretje hier. Dat is deze concept car, deze concept AR. En ook dit voor het eerst op Europese bodem, de M3 en de M4. Ja, twee van de meest begeerlijke auto's die hier staan, denk ik wel. Ze waren lang verwacht, nu zijn ze er eindelijk. Ik ga de specs jullie besparen, want je hebt ze allemaal al lang en breed in Autoweek kunnen lezen en uit je hoofd geleerd. Maar kijk gewoon eens naar die dingen. Wat een fantastische lijn. Vooral die M4, wat een waanzinnige lijnen. Ja, en die prestaties, nou ja, dat spreekt vanzelf natuurlijk. Wat geweldig dit, zeg. En hier in hal 12, of ik moet eigenlijk spreken in salontaal, het is Palais 12. Staat niet echt nieuws, maar je mag het niet missen, want hier staan alle echt exclusieve merken bij elkaar. Dus dit is smullen, smullen, smullen. Toen
Porsche ooit met de Cayenne kwam, werd die auto weggehoond door de Porsche-puristen. Dit kon echt niet bij het merk Porsche. Nou, we weten inmiddels allemaal dat dat model het merk zelfs waarschijnlijk gered heeft. Dat zal met deze Macan niet anders zijn. Cayenne, maar dan een stapje lager. Je kunt het een Audi Q5 met capsules noemen, maar geheid, het wordt een hit. En klein nieuws kan best heel groot nieuws zijn als het wereldnieuws is. Want de nieuwe Meriva, dat wil zeggen de gefacelifte Meriva, is hier ook nog een wereldpremière. Wat ik zeg heel klein, want er zijn natuurlijk minime verschillen. Maar het neusje is toch al een beetje anders. Die koplampen zijn wat groter, het grilletje is anders en allerlei andere details. En ja, stofjes, materialen hier aan de binnenkant. Toegegeven, je moet het verschil zien, maar het is toch echt nieuw. Er zijn twee dingen waar ik zwaar agressief van word in de reclamewereld. Dat zijn de hamsters van Albert Heijn en die pratende snoepjes van M&M's. En nu kan ik me eindelijk bot vieren, maar dan blijkt er toch mensen onder te zitten. Ja, die mag je niet slaan. Ik denk dat niemand op de marketingafdeling van Nissan destijds had kunnen bevroeden wat een enorm succes de Qashqai zou gaan worden. Het was een wat vreemde auto, een crossover tussen een stationcar, een SUV, MPV, noem het maar. Maar hij ging verkopen, je wil het niet weten. Zelfs in zijn nadagen en zijn pre-pensioentijd verkocht deze auto nog als een tierlier. En des te meer verwachting hebben ze dus van de volgende tweede generatie Nissan Qashqai. Hij staat hier voor de allereerste keer op een beurs wereldwijd en dat is heel bijzonder. Een wereldpremier hier in Brussel. Normaal zeg ik altijd over een paar weken of een paar maanden ga ik met deze auto rijden. Nee, over 2 dagen al ga ik naar Madrid om met deze gloednieuwe Qashqai te gaan rijden. Van binnen is het bepaald geen bruisende bedoeling, maar dat was de vorige ook niet. En het heeft ook bepaald niet in de weg gezeten, dus ja, reken maar dat het een hitje wordt. Een lekkere ruime kofferbak weer natuurlijk. Een flexibele bodem die in 2 delen op of neer te klappen is. Met dus een iets hogere bodem en dan ruimte daaronder. Altijd handig. Ja, met 1 hand gaat niet zo makkelijk, maar met 2 handen zonder microfoon lukt dat natuurlijk prima. En niet te vergeten, het Salon van Brussel is ook heel veel motorfietsen voor wie ervan houdt. Ik zelf heb geen motorrijbewijs, dat is het beste voor mezelf en mijn omgeving, maar jij misschien wel. En daarom mag je ook hierom het Salon van Brussel niet missen. Kom dus vooral hierheen, het is vlakbij. Heel veel plezier vast en doei!